Jan. Hi. Hi. Hi, Candy. Ja, we hebben nog nooit drie mensen op de bank gehad. Okay. Gezellig. Zullen we eerst even een rondje voorstellen doen? Ik ben Dave. Melissa. Melissa. Ook Melissa, hoi. Ah, dat is makkelijk te houden. En? Gian. En wie is nou die Miss Universe? Ik was Miss Nederland World. Nee, maar niet meer. Nee, niet meer, hè? Nee, ja. Je bent het maar één jaar. Dus. Ja. En wie had er nou meegedaan met X-Factor? Ja. En jij was met dat groepje. Het groepje mocht niet door, maar jij wel, toch? Klopt. En dan ben jij van de hotels. Ja, klopt. En wanneer zijn jullie bij elkaar gekomen? 3 maanden geleden, via audities. Jullie kennen elkaar nog helemaal niet? Nee. Oh, en het klikt allemaal? En, Het klikt, ja. Het is geen catfight, dus... Nee, maar dat hoor je toch altijd, weet je, als vrouwen in een clubje gaan, dan heb je nog wel eens dingetjes van elkaar. Waar je je dan, ik druk me rustig en zachtjes uit, gaat aanlopen irriteren. Nou, nog niet. Dus, nee. Maar ja, 3 maanden. We zullen zien, maar ik denk het niet, nee. Maar waar heb je auditie voor gedaan? Ik bedoel, wat was het uitgangspunt? Ja, het uitgangspunt was zang. En uitstraling. En hoe je jezelf presenteert en of je wel bij het groepje past. Ja. Maar mij werd jullie van tevoren verteld van, nou, we willen de nieuwe Dolly Dots, we willen Mai Tai, Star Sisters. Wat was het uitgangspunt? ABBA. Geintje, nee hoor. Dat was geen ABBA. Een beetje. Pussycat door Sugar Babes, gewoon van alles wat. Ja. Want dat heb je dan van die projecten, die zijn daar van tevoren bedacht. En dan moet het maar blijken of het werkt. Nou, zoals jullie nu op de bank zitten, volgens mij is dat wel goed gegaan. Ja, zoals je het ziet is het goed gegaan inderdaad. Vind je niet? Ja, ik vind het leuk. Hoe vinden jullie het van de achterkant? En nu een nieuwe single, Gold Digger. Dat is voor thuis, dat zijn vrouwen die op mannen vallen die heel veel geld hebben. En dat is een autobiografisch nummer, heb ik me laten vertellen. Ja, maar het kunnen ook mannen zijn. Echt waar? Ja, oh. Ja, die zijn er ook. Die vallen dan op rijke mannen? Of, ja, kan. Of rijke vrouwen. Hoe noem je dat dan? Gold dig? Nou ja, dat wordt heel ordinair nu. Maar, nee, maar jullie nummer, jullie versie gaat over vrouwen. Leg het maar even uit. Het gaat over vrouwen die niet naar de man zelf kijken, maar vooral naar het geld. En daarom met hem hebben. En wat willen jullie met dat nummer vertellen? Ja, het zegt het zelf al, dat wij het niet zo zijn in principe. En, in principe? Voor de mannen. Wacht even, in principe. Helemaal niet. In principe. Nee, ik bedoel, wij zingen het lied over hun, dus wij zitten zo niet in elkaar. En hoe je me aankijkt. Maar het is in principe, ja, ik zeg het weer. Ja. Maar het is voor vrouwen die met mannen gaan en zoals voetballers of gewoon die geld hebben inderdaad. En... ja, ze moeten de mannen zien. Voor jouw land, wie zei dat? Dat heb ik niet gezegd. En we hebben een zaal die doet altijd lekker mee. Dat is altijd leuk. Maar wat vinden jullie dan van die vrouwen? Wat wij ervan vinden, ja, zonde. Het is gewoon zonde, kort gezegd. Ja. Zelfstandig. Be independent woman. Ja. Dus, En hoe zelfstandig ben jij? Heel. Hé, wat een lekker soepel gesprek is dit, zeg. Hey, oh. Ja, nu wel, want we zijn lekker druk bezig met performances. Met, ja, jij snapt het wel, hè? Ja, ik snap het wel, inderdaad. Trek het gesprek maar naar je toe. Ze is heel independent woman, omdat wij voor ons eigen geld werken, zeg maar. En jullie werken heel hard. We werken heel hard. Jullie stonden in de Panorama. FHM. Wat? FAM, sorry. Dat lees ik niet. Oké. Okay. Maar dat is ook zo'n blad met heel weinig kleren en... Nou, weinig kleren, nee. Het is wel een mannenblad, maar het is gewoon... Daar stond toch ook die dochter van Patricia in? Ja. Nou, die had niet veel aan. Nee. Jij bent de stilste voor mij. Jullie hebben wel veel aan. Ja, niet veel, maar wel gewoon fatsoenlijk vrouwelijk gewoon gekleed. Ja, nee, ik heb daar niks op aan te merken wat ik hier zie. Maar ben jij nou de stilste van de drie? Ja, en de jongste, dus. Dat is het een beetje misschien. Ik denk het. En zij denderen gewoon over jou heen? Nee, dat niet. Nee? Nee. Ja. Ik denk, ik stel open vragen, dan komt er heel... Dan kan je, nee, maar goed. Gold Diggers, zullen we maar gewoon doen? Dat kletsen is volgens mij niet voor jou weggelegd. Let's do it. Ja, jij wil ook gewoon zingen? Ja, zeker. Willen jullie ook de voorkant zien? Ja! Nou, ga er thuis maar lekker voor zitten. Hier zijn ze, Eye Candy! Ja.